De avond gaat over hoe reizen wij over 30 jaar. Reizen we dan nog steeds allemaal per eigen auto, per eigen fiets, reizen we per metro, reizen we misschien wel door de lucht, hangen we aan een drone. Deze auto zou je bijna niet kunnen voorstellen dat hij hier het talud afgaat, dat hij zelfrijdend hier op de oude trein komt. Maar zijn er alleen nog maar deelauto's? Zijn er zelfrijdende auto's? Het gebeurt al in het buitenland. Een van de voorbeelden zou kunnen zijn, kijk, dit is een hele snelle fietser. Die doet het nog ouderwets op eigen trapkracht. Hoe laat komt de bus? Zou die zo komen? Zou die al weg zijn? Zou die al niet weg zijn? Hier komen mensen ouderwets hijgend en puffend naar boven toe. Zal het over 30 jaar ook zo zijn? Hier ziet u de postzegelwinkel in Sliedrecht. Dat is toch iets, denk ik, voor de jongere generatie die dat eigenlijk al bijna niet meer weet, want alles is e-mail. Is in 20, 25 jaar tijd gedaan, hè? Nu zie je al reizigers die alles op hun mobiele telefoon doen. Gaat er over 30 jaar nog één zo'n groot voertuig hier over de dijk krijgen? Nou, want ik kan hier gewoon een Uber, kan ik dus een bus bestellen en die rijdt dan mijn route en neemt nog iemand mee ook op de weg. Bestaat al in Boston, in New York. Zou dat de toekomst ook hier zijn? De vraag is of we uiteindelijk deze weg zoals we hem nu kennen, waarbij iedereen nog natuurlijk voor de deur wil parkeren, zal dat over 30 jaar nog steeds zo zijn? Of gaan we zelfrijdende auto's krijgen, zodat je eigenlijk de straat weer teruggeeft aan de bewoners? Kom naar de inloopavond over hoe reizen wij over 30 jaar in en om Sliedrecht.